Midden in de donkere decemberdagen viert Museumpark Orientalis licht. Dat verbindt, verwarmt en inspireert. Dat doen ze met het jaarlijkse Feest van Licht. Dit jaar is het feest geopend met een lampionnenoptocht. Ja, dit is de mooie opening waar inderdaad het licht aangestoken wordt. We hebben een Feest van Licht. En alle lichten zijn ook net aangegaan. Dus we hebben een heleboel bijzondere panden die uitgelicht zijn. Erfgoed, monumenten. Maar ook zoals een boot hier die helemaal mooi verlicht is. En ook een heleboel verschillende bomen. Dus op allerlei soorten manieren is er licht. En wat de kinderen gaan doen is over een donker pad lopen. En met hun lampionnetje verspreiden ze dat licht ook weer. Die lampionnen hebben sommige kinderen zelf gemaakt. Ja, we hebben ze allebei zelf gemaakt. Kun je hem even laten zien? Wat stelt het voor? Mijn is een paddenstoel. Nee, ik niet. Ik had er geen, maar hij is wel leuk. Ik wist niet goed, ik deed gewoon allemaal verschillende kleurtjes, want dat vond ik wel vrolijk eruit zien. Nieuw is het speciaal aangelegde donkere pad op de route. En daar zit een gedachte achter. Zo moet het leuker worden voor kinderen om naar buiten te gaan. De betekenis van het donkerpad is een hele mooie filosofische betekenis, omdat je zonder donker heb je ook geen licht. En ook het donker is natuurlijk een belangrijk element en het geeft ook in deze wat donkere tijd ruimte om te reflecteren en te bezinnen. Buiten gebeurt er weer iets anders met je als mens en ook als kind. Dus we denken hier, doordat je de lichten ziet, dat het ook het licht in jezelf weer op een andere manier aanwakkert dan dat je alleen maar binnen zit. Ook bij de jonge deelnemers is er al goed nagedacht over de optocht. We geven eigenlijk een beetje licht aan de mensen die het nu nodig hebben met kerst. En dat we aan hun denken met kerst, dat ze dat fijn vinden hopelijk. Ik vind het leuk en vooral omdat er heel veel licht is en je kan van alles zien. Het is wel jammer dat we 5 uur, dat het dan afgelopen is vanwege de coronaregels. Maar dan is het volgens mij al wel donker. Dus ik denk dat je het dan wel kan zien. Ja, door de regels mogen we maar tot 5 uur open zijn. Dat vinden we heel jammer. Nou zitten we hier in een bosomgeving, dus ook nu al rond 3 uur is het natuurlijk al, begint het al te schemeren. En zeker in het bos zie je de lichten al vanaf 11 uur dat we open zijn. Maar ja, we mogen maar tot 5 uur open zijn. Daar houden we ons ook aan. En dat betekent dat het echte donker, ja, wat minder is. Maar ik denk niet minder leuk.